De Nederlandse spoorwegen willen dat reizigers die van plan zijn de trein te pakken hun reis van tevoren aanmelden. Volgens de vervoerder krijgen ze zo meer inzicht in welke trein het druk lijkt te worden. In de app van de NS is daarvoor een speciale functie gebouwd, de treinwijzer. Met de aanmeldfunctie wil de NS de zorgen voor drukke treinen bij reizigers wegnemen. Ook hoopt het bedrijf door de reisaanmeldingen het reisgedrag van mensen beter te kunnen voorspellen. Aanmelden voor de treinreis is vrijwillig en zal ook in de toekomst niet verplicht worden. De inschrijving voor de filmwedstrijd 72 Hours The Hague is geopend. Deelnemers moeten in 72 uur een film bedenken en maken met de stad Den Haag als decor. Het thema van dit jaar is viral. De wedstrijd is in het leven geroepen om het filmklimaat in Den Haag te bevorderen en naar een hoger niveau te tillen. Aanmelden kan nog tot 2 december. Meer informatie vind je op denhaagfm.nl. Burgemeester Jan van Zanen gaat Sinterklaas dit jaar een handje helpen. Nu de jaarlijkse intocht is afgeblazen vanwege het coronavirus, heeft de burgemeester een oproep gedaan aan alle Haagse kinderen om hun tekeningen naar hem op te sturen. Op deze manier wil de burgervader alle post voor de Sint alsnog bij de Goedheiligman en zijn Pieten bezorgen. Tekeningen kunnen gestuurd worden naar postbus 12600 2500 DJ Den Haag.